FC Lisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door administratiekantoor Van der Meer en ipcamshop.nl. Woon en werk veilig met onze beveiligingscamera's. Veel plezier vanmiddag. Onze 43ste minuut zet in nummer 9 van FC Lisse, de 1-0 scorer Enzo Stroop. Thank you.
En door de 67 minuut staat Lisse de 1-2 op de scorebord. We hebben maar nummer 20, Jeffrey Kleibroek. Afloop van de wedstrijd in de kleedkamer, wat gebeurde? Ja, als we winnen hebben we altijd een vast nummertje wat we opzetten en een shirt uit te zwaaien, maar vandaag was het Enzo on fire. Enzo on fire, maar Enzo is ook on fire toch? Ja, nou, ik denk dat ik er lekker in zit. Ik denk nu 2 jaar dat ik met voetbal eigenlijk een beetje loop te kutten. Hè. Veel op de bank, dan wel spelen en steeds net niet gelukkig. Ja, en dan krijg ik veel vertrouwen van de trainer hier en ik speel veel, dan wel alles. En, ja, als je dat dan beloont met doelpunten maken en overwinningen dan, en het belangrijkste voor het team, ja, dat is, daar is waar je voor voetbalt. Nou, even terug aan het eerst zelf. Heb jij het kunnen zien waarom de goal van Remy van Ekelis werd afgekeurd? Remy die schoot hem echt top in de hoek, maar Perez, hij ging door de benen van Perez. En ja, de grens geeft hem voor een hinderlijk buitenspel. Ja, dat kan gebeuren. Ja, maar toch, jullie raken helemaal niet van slag, jullie gingen gewoon door. Nee, zoals je ziet, ik denk nu de afgelopen weken dat we achterkomen dat we echt niet in paniek raken. Want de wedstrijd duurt 90 minuten. En we weten gewoon wat we kunnen. En dat blijven we gewoon volhouden tot de 90ste minuut. Ja, en dan hebben we denk ik vandaag ook gewoon met een beter gevoel ga je de rust in als je toch die 1-1 maakt. Ja, en ik denk de tweede helft, de ruimtes worden groter, dat we daar gewoon optimaal van benut hebben. Ik vind een team gaat altijd goed, maar het is gewoon een feit. Jullie zijn binnen en buiten een veld een team. Jullie gaan heel goed met elkaar om. Ja, zeker. Ja, we hebben gewoon echt een geweldige groep. En ja, wat je al zegt, we zijn binnen het veld zijn we een team. En helpen elkaar. Maar zijn we ook streng voor elkaar en buiten het veld. En is er genoeg ruimte voor een grapje en een dolletje. Ondanks goede resultaten blijf je met beide benen op de grond staan. Uiteraard.